Mijn naam is Elisabeth Lopez. Ik ben winnaresse van Heel Holland Bakt. En vandaag bak ik een Syrische brood voor jullie. Zoa zet zich in voor mensen die op de vlucht zijn. Mensen die acuut alles achter zich moesten laten en op dit moment honger lijden. Onder andere in Syrië doen zij ook geweldig werk. En daarom bakken wij vandaag een lekkere Syrische brood. Wat heb je er allemaal nodig om deze lekkere brood te maken? We beginnen met het afwegen van onze bloem. En daarvoor heb ik 500 gram tarwebloem. Zo, dat is zo handig, zo'n schepje. 502, nou dat mag wel toch? Die 2 gram, dat maakt geen verschil. Dan zetten we deze even hier terug. De rest van de ingrediënten ga ik hier afwegen. Ik gebruik 11 gram droge gist. Die heb ik al opengemaakt. Ja. 11 gram. Dat gaat gewoon bij de bloem. Dan hebben we 8 gram zout. Zo. Nou, het ruikt zo lekker. En deze zijn echte Syrische kruiden. Alleen maar de naam, volgens mij is het mulla. Neem me niet kwalijk als ik het niet goed zeg. Maar hiervan gaan we 10 gram van gebruiken. Daar gaat die 10 gram erin. Dan gaan we ook 20 gram van melkpoeder erin doen. En de melkpoeder gaat zorgen dat het deeg heel mooi en zacht gaat worden. Die gaat ook erin. Dan hebben we nog 70 gram suiker. Want het is een lichte zoete brood. En ja, als je iets te veel doet, dan doe je gewoon terug. Ja, 1-2 grammetje maakt niet uit, maar als je echt 10 gram extra hebt, dan zou ik het eventjes eraf halen. Dan hebben we nog 15 gram ghee. En dit is een soort boter van de koe. Ik ken dit zelf persoonlijk niet, maar het wordt in heel veel culturen wordt ghee gebruikt. Je hebt 15 gram hiervan nodig en eigenlijk 15 gram is 1 volle eetlepel. Die ga ik gewoon daarin doen. Ga ik niet afwegen. En we hebben 25 gram roomboter. En hier ga ik ook ongeveer een volle eetlepel van doen. Dan gaat nog een ei erin. Deze ga ik wel hierin breken. De reden waarom ik dat doe, je moet nooit je ei direct in je ingrediënten breken. Want als het ei niet goed is, dan mag je ook alles weggooien. Dan het eitje doen we ook erin. En dan ga ik nog 220 gram water ga ik erin doen. Het water moet op 60 gram temperatuur zijn. Op 60 graden, pardon. Dat is belangrijk om de gist te activeren. Ik ga eerst kijken of die op de goede temperatuur is. Hij is nu op 65 graden. Ik ga hem nu afwegen. Dat doe ik hierin. Ik heb 220 gram nodig. En in de tussentijd, die 5 graden dat hij nog warmer is, probeer ik zo naar beneden te krijgen. Ga ik nog een keer even kijken. En in de tussentijd kan ik deze alvast beginnen met mengen. Op een lage stand ga je hem kneden. Ja, even kijken. Nou, 60,1. Nog eventjes afkoelen. Hij mag ook niet te heet zijn, want er zit een eitje erin. Anders ga je omelet maken. En yes! Nou, 60 graden. Gaat het water erbij. Zo. Dan mag dit 10 minuten kneden. Stel je voor dat je geen machine hebt. Dan moet je ook echt 10 minuten lang met je handen kneden. Dat is ook hartstikke leuk om samen met je gezin te doen bijvoorbeeld.
ga ik in de tussentijd even opruimen. Als ik kijk in mijn kom, het deeg is klaar. Ik zet hem nu uit en hij mag 30 minuten rusten. Kijk, we hebben een hele mooie plakkerige deeg. Deze gaan we in een bakje met wat olie gewoon even laten rusten voor een half uurtje. Het brood is bijna klaar, hè? Half uurtje is al bijna voorbij. Ik ga een eistrijksel maken, want dat hebben we straks nodig om ons brood mooi af te smeren. Daarvoor heb je 1 ei nodig, een klein beetje zout en ik ga je 1 ding leren. Ik heb geleerd van mijn moeder dat 1 theelepel zout zit precies hier in het kuiltje van je hand. Dat weten heel veel mensen niet, maar je mag het zelf uitproberen thuis. Klein beetje melk. Als je vraagt hoeveel, dan ongeveer 3 eetlepeltjes. Kijk, hij is klaar. Dit ga ik even loskloppen. Hij is klaar. Ik zet hem even opzij. En dan maak ik even wat ruimte. Hij blijft nergens aan plakken. En dat komt door de olie. Gaan we eerst een klein beetje bloem. Hierop. Kijk hoe mooi. Oh, prachtig. 1, 2, 3 en 4. Hij van buiten naar binnen. En dan gaat de lucht helemaal eruit. Ik ga een beetje in de lengte zo doen. Een beetje een lange brood. Want ik ga nu balletjes snijden. En om een hele mooie gelijk brood te bakken, dan moet je wegen, ja, zodat alle balletjes even groot zijn. Ik heb hier een mooie ronde bak. Die heb ik al een beetje afgesmeerd. Je kan dat met boter doen of je kan een bakfolie erin doen. Dat kan ook, die bakpapier. Hè? Ik zet hem even hier, die is al bereid. En ik heb een weegschaal ook. Deze mag hier, of een beetje bloem. Hebben we een mes nodig. Kleine mesje. Weegschaal staat aan. En we gaan balletjes maken van ongeveer 100 gram. Nou, bijna. Nog 6 gramtje erbij. Nou, 104 gram mag ook. Nog ietsjes. Dat is dat ongeveer, hè? En dan ga ik van buiten naar binnen weer. En dan ga ik hem even zo draaien. En dan maak ik van die bolletjes ermee. Kijk. En dan ga ik die bolletjes hier zo in het midden zetten. Nou, het wordt een hele mooie en lekkere brood. En het leuke hiervan is, je kan hem zo makkelijk delen. Hè? En wat ik al eerder zei, delen is voor mij heel belangrijk. Ik heb gelukkig, godzijdank, nooit honger hoeven te lijden. Maar het lijkt me ontzettend moeilijk als je wakker wordt en je weet, je hebt niks om te eten. Daarom wil ik jou ook aanmoedigen om dit brood ook te maken. En om stil bij te staan bij de mensen die toch op dit moment honger hebben. En weet je wat ik ook zo mooi vind aan brood? Brood is eigenlijk heel belangrijk in heel veel culturen. Hè? Sommige mensen hebben ook alleen maar brood om te eten. Nou, het is de laatste. Hij is iets groter dan de rest, maar dat ga ik niet wegen. Ik zet hem erbij en ik eet de allergrootste. Ze zijn klaar. Kijk hoe mooi. Mooi, hè? En nu, voordat ik hem een uur laat narijzen, gaan we een eistrijksel erop doen. En dat doen we met een kwast. En dan gaan we ze allemaal smeren met ei. Overal.
Helemaal klaar. Mooi. Dan mag die een uur na rijzen. Terwijl het brood aan het narijzen is, wil ik even de tijd nemen om met jou te delen de reden waarom ik het zo belangrijk vind om met elkaar te delen. Ik kom zelf uit een groot gezin en van mijn ouders kreeg ik mee dat delen essentieel is. We moeten denken aan onze medemens. Ook vanuit het geloof is voor mij dat belangrijk. Het is toch ongelooflijk dat op dit moment miljoenen mensen op de wereld honger lijden. Ik wil je uitnodigen en bemoedigen om ook deze brood te bakken en daarbij even stil te staan. Wat kan jij en wat kan ik doen om deze mensen te helpen? Nou, als het brood klaar is met narijzen, zet je je oven op 160 graden en je bakt het brood tot hij mooi en goudbruin is. Dat is bij mij ongeveer 10 minuten. Nou, het brood zit in de oven en terwijl het brood bakt, kan je zelf een hele lekkere siroop maken. Nou, in het recept staat dat je 230 gram suiker nodig hebt. Dat doe je in een pannetje met 115 gram water en de sap van 1 citroen. Het moet je koken tot het een mooie en dikke stroperige siroop wordt. Nou, daarna laat je hem afkoelen. Dus nu is het moment om dat even te doen. En als die klaar is, haal je dat brood uit de oven. Bestrijk het mooi met deze prachtige, moet je kijken wat voor kleur. Mooi hè? En hij ruikt ook zo lekker. Je bestrijkt het brood daarmee. En daarna gaan we hem mooi versieren met deze mooie zaadjes. Kijk eens. Ik word er echt heel erg vrolijk van. En ook kokos. Het brood is klaar. Ik haal hem even uit de oven. Kijk hoe mooi. Toch wel prachtig geworden. Het is wel erg heet. We gaan nu het siroop eroverheen doen. Lekker veel siroop erop. Vind ik zelf lekker. En deze zet ik even opzij. En dan gaan we de zaadjes er bovenop doen. Wow, dat ziet er echt heel mooi uit. En we hebben ook wat kokos. Die erop kan. Nou, een hele mooi en feestelijke brood om met elkaar te delen. En door het siroop blijven al die zaadjes mooi erop plakken. Fantastisch. Nog een beetje kleur hierbij. Onze prachtige Syrische brood is klaar. Ik laat hem nog even afkoelen en dan kan ik lekker van gaan genieten. Bedankt dat je ook zo graag met elkaar wilt delen.